Hoi, ik ben Malou van Tuincentrum Outlet en ik ga het vandaag met jullie hebben over de Dipsus Lutescens, ook wel de goudpalm genoemd. De grond van de palm moet altijd vochtig blijven zonder dat de plant met zijn voeten in het water staat. In de winter geef je de palm 1 keer per week water en in de zomer geef je de palm 2 keer per week water. Gebruik het liefste lauwwarm water. Hoeveel water de plant nodig heeft, ligt aan de verdamping in de huiskamer, dus hoe droog of vochtig jouw huiskamer is. Om te kijken of de plant water nodig heeft, kun je altijd eventjes met je vingers aan de grond voelen of de grond droog is of nat. Als de grond aan je vingers blijft plakken, is die vochtig genoeg. Blijft de grond niet plakken, dan kan je hem altijd een beetje water geven. De goudpalm houdt van luchtvochtigheid, dus een sproeibeurt op zijn tijd waardeert hij zeker. In de zomer kun je de plant het beste wat verder van het raam afzetten. Wil je deze goudpalm nou gelijk direct bestellen, dan staat er onder onze video een beschrijving met de link naar de website. Daar kun je de plant loskopen, los met pot of laten inpotten door een van onze experts. Ik hoop dat ik je voldoende informatie heb kunnen geven over de goudpalm. Als je nog specifieke vragen hebt, kun je een appje sturen via de website of eventjes naar GroenRijk Tilburg bellen.